we woonden allemaal eigenlijk net in Rotterdam. Ja. En we kenden daar niemand. En toen kwam ik Rob tegen. En ik vertelde hem waar we mee bezig waren, wat we wilden doen. Ja. En dat we geen repetitieruimte hadden. Toen de tijd hadden jullie geen repetitieruimte? Nee, we hadden nog geen eigen ruimte. Toen zei hij, dat was geweldig was dat natuurlijk. Hij zei van, nou, dan kan het wel bij mij in het zwembad. En toen bood hij dus aan dat we in zijn zwembad zouden gaan repeteren. Ja, ja. Dat was voor jullie natuurlijk een uitkomst. Dat was voor ons een uitkomst, ja. En dat was toch veel werk, want dat moest dan helemaal leeg, dat zwembad. Ja. Dus moest dan, dat duurde dan even voordat het al dat water weg was. Ja. En dan konden wij onze instrumenten dan neerzetten en twee uurtjes repeteren. Ja. Soms wel wat langer. Ja. Maar het kon, ja, het kon altijd. Hij was nooit te beroerd om... om wat dat betreft ook de handen uit de mouwen te steken zelf. Want vaak was de afvoer verstopt. Ja, wat deed hij dan? Ja, dan ging hij met een emmer water. Haalde hij dat hele zwembad leeg in zijn eentje. Emmertje voor emmertje. Emmertje voor emmertje. Ja, dat duurde natuurlijk een hele tijd. Want vaak kwamen wij daar om een uur of twee. Smiddags, ja. En dan, oh ja, en dan goed jongens, kunnen jullie hem repeteren? Dan haal ik even het zwembad leeg. Ja. Dus dan haalde hij een emmer uit de schuur. En dan ging je emmertje voor emmertje en dat... Maar ja, dat was dan vaak tegen twee uur s'nachts dat die klaar was. En dan waren wij natuurlijk weg. Ja. Ja. En de volgende dag kwamen we dan terug. En dan stond dat zwembad alweer half vol. Ja. Maar wij wilden weer repeteren. En dan ging hij weer emmertje voor emmertje. En ze zeiden het ook dagenlang dat hij bezig was met een emmer steeds dat zwembad leeg te halen. Ja. Ongelooflijke toewijding eigenlijk. Ja. Zonder hem waren de Mississippi Boys niet wat ze niet dat kan je absoluut stellen. Ja. Ik denk dat de Mississippi Boys al lang uit elkaar waren gegaan. Dat ja, god, er was gewoon geen toekomst. We hadden nog geen repertoire, we hadden niks. Nee. En hij was er altijd. En dat was stond altijd klaar. Ongelooflijk, ja. Ook dat herinner ik me nog. Dat was een hele moeilijke periode voor hem. Met dat ongeluk, dat weet jij ook. Toen hij zijn kinderen... Ja. Ja. Toen heeft hij twee van zijn kinderen, hij had drie kinderen en twee daarvan. En die waren toen 2 en 5 of zo. En die zaten te spelen op de oprit. En hij had haast. En hij zet de auto in zijn achteruit en hij rijdt er zo pas overheen. Ja. En 2 uur later komen wij daar. Om te repeteren. Om te gaan repeteren. Ja. En inmiddels was daar, ja, daar stond politie en alles was er. En hij ziet ons aankomen. En hij was net met 2 agenten in gesprek. Ja. En hij maakt zich los van dat gesprek. En hij zegt, willen jullie repeteren jongens? Maak ik nu het zwembad leeg. Ja. En toen ging hij naar de schuur en is dat zwembad leeg gaan maken. Ja. Ja. Ongelooflijk. En wij terwijl, ja, god, wij hadden zoiets. Ja, Jezus, moet dat nu wel? En alles wat er nu door is gegaan. Maar nee, dan wilde hij toch. Hij vond het belangrijk. En ik hoorde hem nog zeggen. En dat maakte toen heel veel indruk op mij. Dat was... Hij zei, er gaan altijd wel eens mensen dood. Het is belangrijk dat jullie repeteren, jongens. Precies, ja. Ik haal het zwembad leeg. Ja, ja, dat ja een hele, hele bijzondere man. Ja. Hele bijzondere man. Had hij zelf ook aspiraties? Ja, hij had wel ambities. Ja. Hij heeft ook wel eens wat nummers geschreven voor de Mississippi Boys. Maar dat was ja, zeker in het begin allemaal erg slecht wat hij schreef. Ja, dat zeiden we dan ook tegen hem. Fijn dat ik eindelijk iemand gevonden heb die ook een hele moeilijke stoelgang heeft. Ja, dat vind ik ook, ja. Ik heb heel lang gedacht dat ik de enige was met een hele moeilijke stoelgang. Ja, ja, ik ook. Maar ik had, toen ik jou zag, toen had ik al zo'n vermoeden dat jij met hetzelfde soort problemen. Want je hoort natuurlijk wel eens vaak van ja, ik heb wel een beetje een moeilijke stoelgang, ja, maar dat heeft natuurlijk niks te maken met... Het gaat nergens over. Waar wij het nou over hebben. Nee, wat wij hebben is een moeilijke stoelgang. Maar jij hebt wel een hele moeilijke stoelgang. Ik heb een absoluut hele moeilijke stoelgang. Ja. Ik sta 's ochtends op. En dan moet ik eigenlijk al beginnen aan de stoelgang. Want anders wordt het niks. Anders wordt het echt helemaal niks. Nou, dan je gaat er echt voor zitten ook, hè? Ja, ik moet er voor zitten. Ja. Concentreren, ontspanningsoefeningen. Alles moet ik erbij slepen. Ja. Om een beetje die dag die stoelgang te hebben. Nou, en als ik dan klaar ben, ja, dan is het 11, 12 uur. S'avonds. En dan ben ik kapot. Ja. Naar bed. Want de volgende dag is weer vroeg stoelgaan. Ja. Dus
Ja, dat, maar er zijn weinig mensen die snappen hoe dat ingrijpt in je leven, hoor. Nou, het fijne van jouw stoelgang lijkt me, is dat je wel... Ja, het is wel je bent wel heel erg... Je bent de klok op gelijk zetten. Ja, je bent er wel gericht mee bezig. Want bij mij... Ja, het is bij mij altijd heel erg over de dag verspreid. Ja, ik heb nog nooit een drol getraind. Niet in één keer de hele... Nee, het zijn hele kleine... Ja, het zijn krentjes. Aha, aha. Nee, om even een beeld te geven. Het zijn kleine krentjes. En... Ja, komen die op zich makkelijk? Of? Ze komen er heel makkelijk. Ja, het gevoel is alleen... Het nare is dat ik altijd het gevoel heb dat het gebeurd is. Snap je? Dat ik gedaan heb wat ik gedaan heb. En dan doe ik mijn kleren uit. Ik zet één stap buiten de deur. En dan voel je... Dan voel ik weer van, oh jee. En dan ga ik weer. En dan komt er, ja. Ja, bij mij is het inderdaad... Ik ga dan 's ochtends op de pot zitten. Ja. Want dat moet ik gewoon doen, dat weet ik. Ja. Dan komt er de hele dag echt gewoon niks. Maar ik moet daar blijven zitten. Ja. Als ik opsta, dan kan ik het schudden verder. Dan is het echt over en uit, sluit het verhaal. En dan ben ik echt een paar dagen verslag. Dus ik moet daar blijven zitten. En dan komt er soms één echtje, zeg maar zo halverwege de dag. Met heel veel pijn en moeite. Ja. En komt dan uit. En dat geeft ook geen enkele bevrediging. En ik weet gewoon, pas zo rond 10:30, 11 uur 's avonds, dan komt de hele vracht in één keer, hoor. Dan moet ik zeggen, dan komt het ook echt. Ja. In één keer is die hele pot is helemaal vol. Ja. Echt, dan kijk je met één keer doortrek ook niet weg. Nee. Zulke baaie substantie is dat. Daar moet ik echt bij helpen. En daarna schrobben en zo, en weet ik allemaal wat. Maar ik moet dus wel, om die hele vracht in één keer uit te hebben, moet ik de gewoon de hele dag moet ik op die pot zitten. Ja. Anders... Ja, ik heb het ooit een keer, een paar dagen, dat ik dacht, nou ja, ik moet toch iets anders doen, weet je wel. Een week van slag geweest. En als je dan, uiteindelijk 2 dagen moet je dan op de pot zitten om het weer los. Wat er dan uitkomt, ja, dat is verschrikkelijk. Dat is voor niemand leuk. Dat is voor niemand leuk. Dat is echt verschrikkelijk. Terwijl, kijk, er komt dus, zeg maar, in de loop van die dag niks uit, behalve die lucht. Mm. Dus ik laat wel heel veel winden op de pot. Die stinken ontzettend. Ja, dat lijkt me heerlijk. Ik wou dat ik ze kon laten. Ja, kun je niet laten? Nee, niks. Ik ben echt een oppotter, wat dat betreft. Het pot zich allemaal op bij mij. Pot zich op en dan komt het er in mondjesmaat. Mondjesmaat komt het eruit. Ja, ik ben een krentenkakker, ben ik in feite. Letterlijk. Eigenlijk letterlijk. In de meest letterlijke zin van het woord ben ik een krentenkakker. Het is steeds maar van die kleine beetjes. Ik zeg maar, het is gewoon echt zo'n fijne hoop. Een hoop. Ja, dat zeg je nou, maar als je nagaat dat ik daar dus dan... Ja, een kleine 14 uur voor op de pot zit. Ja. Dan heb ik een grote hoop. Dat moet ik toegeven. Ja. Dat moet ik echt toegeven, hoor. Nou, want je hebt wel best eer van je werk. Je hebt wel eer van je werk. Dat is waar. Ik heb eer van werk. En ik heb ook heel erg, doordat het dan in één keer zo... Het is echt krachtkak, hoor. Ja. Wat er dan gebeurt. Paf. Ja. Komt het dan uit. En dat is wel lekker. Dat eerste half uur daarna is lekker. Ja. Dat zo natrekt, weet je wel. Dat alsof je weet dat er niks meer zit. Maar die duimen die willen... Ja. Dat is een lekker gevoel. Maar dan gedurende... Verdomd, de mannen. Hans Thewe en Pieter Bouwman van de radio. Dames en heren, trouwe luisteraars, weten het ongetwijfeld. Partytime komt niet meer terug. De bekende presentatoren Henk en Henk, voor wie ik de telefoon altijd aannam. Mijn naam is Henk. Zijn gisteren bij de generale repetities van de Partytime aflevering die vandaag live zou worden opgenomen. Slachtoffer geworden van een ongeval. Het plan wat Henk en Henk hadden was om in deze Partytime de barbecue te gebruiken. Als aanvulling op het Partytime gebeuren. En bij het oefenen met de barbecue heeft op een gegeven moment Henk geprobeerd om het vuur hoger op te stoken met een fles spiritus. En heeft die in één klap geprobeerd leeg te gieten op het smeulende houtskool. En toen is de vlam in de fles met spiritus geslagen. En Henk heeft daarbij vlam gevat en
Henk heeft geprobeerd om Henk te doven. Hij heeft daarbij toen in goedkope nylonkleding zelf ook vlam gevat. En voordat iemand iets kon doen, zijn Henk en Henk verbrand. Er is daarna nog van alles geprobeerd. Ze zijn overgebracht naar het brandwondencentrum in Beverwijk. Maar alle hulp was overbodig geworden. Dit betekent, dames en heren, dat vanaf nu partytime niet meer te beluisteren zal zijn. En dat is natuurlijk heel jammer. Sorry. Maar het lijkt mij gepast om nog één keer, in ieder geval, ter nagedachte.